Nou ja, pak een half uur geleden. Op het moment dat de koninklijke bus om de hoek kwam van de Loolaan en zou gaan rijden naar het Loo. Daar komt dus die auto. Die auto die al beschadigd is op het moment dat hij er doorheen komt. Die rijdt met een vaart tegen de naald aan, tegen dat monument. En wat we er vervolgens zien is dat daarachter natuurlijk de koninklijke familie geschokt, geschrokken. En daarachter op de grond liggen dus heel veel gewonden. Zoals we nu weten zijn er 14 gewonden gevallen. Er was meteen natuurlijk paniek ook bij de toeschouwers. Meteen snel de politiemensen toe. Hier zien we hoe de politiemensen bij die auto staan die door die menigte is gereden. Die dus uit de richting kwam waar je niet zomaar kon zijn. Je mocht niet zomaar dat parcours op. Mensen op de grond, mensen geschrokken. En vervolgens dringt het natuurlijk door in de stad, dringt het bij mensen door en die zijn allemaal geschrokken. Waar net mensen nog stonden te juichen langs de kant, rijd ik, staan mensen nu te bellen met elkaar. Staan mensen verbijsterd te kijken. Wat gebeurt hier? Wij weten het dus ook niet precies. Wij weten precies wat we nu hebben laten zien. Die auto die door de menigte komt. Vanuit een richting waar je niet zomaar mag komen. Die er doorheen rijdt. En recht op die naald afrijdt. 14 gewonden gevallen. En wij proberen natuurlijk achter te komen wat er precies gebeurd is. Een van de redenen waarom het moeilijk voor ons is, is dat er gewoon geen mobiel telefoonverkeer mogelijk is. We kunnen niet bellen met mobiele telefoons. En de politie heeft laten weten dat ze pas een woordvoerder sturen, iemand die kan vertellen wat er is gebeurd, als ze ook weten wat er is gebeurd. Ze zullen natuurlijk eerst weten, hoe kan dit? Wat is er gebeurd? En misschien, wellicht, zeer waarschijnlijk komt er dan een persconferentie. Dan horen we misschien meer. Maar ook de politie is natuurlijk nu aan het uitzoeken. Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Eén ding is in ieder geval duidelijk. Dat de rest van het programma nu is afgelast. Er is geen defilé meer. De koninklijke familie komt niet meer in het openbaar nu vandaag naar buiten.